Derby stories. Ja, als klein manneke kijk je daar natuurlijk ook naar die grote mannen op. Goed, de dag dat je dat zelf staat, je kijkt rond je en je ziet alleen maar mensen. Die eerste was voor mij heel speciaal, zeker als bruggeling. Dat was, hoe moet je dat zeggen, dat was even van 's morgens al, dat is niet lekker een andere match. Je zit er eigenlijk dagen voordien al mee bezig, goed. Blijft ook 90 minuten en 11 tegen 11, maar natuurlijk, ja, je kent heel veel mensen als bruggeling. Ook heel veel supporters van de andere kant, geen probleem. Maar wat dat er mij enorm bij blijft, is dat eerste moment dat je op die allereerste derby die je op dat veld komt als keeper van Cerkel. En ik herinner mij nog goed, dat was, bij de buren was dat met Stojka en allemaal. En ik zie die match dus verkozen tot speler van de match. Of van cirkelzijde van jullie, van de supporters. En ik zei, wat ik vooral onthoud is die hectische sfeer die daar ondankt van dagen voordien. Dus ik kan zeggen, nu is het allemaal anders. En zo gezegd allemaal beter, maar wat dan vroeger wij konden. Achter de match kosten wij nog tussen de supporters en een pintje gaan drinken en meer dan eentje ook. Maar ja, dat is eigen aan voetbal. Maar ik onthoud vooral de fanatieke recht toe, recht aan mentaliteit van onze supporters. Die uit goed deed, droegen ze je op handen, in mijn geval was dat dan toch. En ik denk dat dat uniek is. De cirkel is uniek. En zeker als het over de derby met de buren gaat, ja, is dat ultra gevoelig, maar o zo mooi. En ik ben ongelooflijk fier en trots als bruggeling dat ik er toch enkele kunnen spelen heb. Dat is een gevoel dat aan mij aanbelangt. Dat met niks te vergelijken is. Als je op dat veld komt, zeg het nog een keer als zesjarige, speel je derbytjes op een veldje met 50 man. En dat je waar je altijd hans je leven voor gewerkt hebt voor daar te staan. En je kunt dat meemaken als bruggeling, is dat fenomenaal. En dat is uniek. Dus dat zijn dingen die ik ongelooflijk koester. En onze supporters, fanatiek en soms heel hard als het moet, maar ik zeg het nog een keer. Voor mij, die Popol die ik gewonnen heb, dat eerste jaar in Eerste, staat eigenlijk nog een heel stuk boven die derbys tegen club. Maar goed, dat maakt er deel van uit en dat gaat over de hele jaar. En ik ben er nog altijd ongelooflijk trots op. Nog een keer, het is er weinig gegeven. Eerst en vooral, om in de eerste ploeg te staan bij Cerkel. Als jeugdspeler is het al niet gemakkelijk. En als dan als echte bruggeling dat wel kan doen en dat goed doen en geapprecieerd worden en gewaardeerd worden, is dat een heel warm gevoel. En het enige dat ik hoop is dat Cerkel, ons Cerkel eigenlijk, ooit nog een keer kan. Een heel, heel mooi seizoen, zeg maar iets, in top 5 spelen, periode van de boek. Dat was in onze periode was dat heel anders, maar daarvoor niet minder intens en niet minder leuk. Maar natuurlijk, was het dan tegen de buren te kunnen niet zijn. Was dat heel moeilijk dan. En we waren ons er ook van bewust als bruggeling. Totaal geen probleem. Maar ik denk dat nog een keer de jongens die ik dat juist opgenoemd heb, like Free, Jan en Dennis, noem maar op, dat we er daar prachtige periodes gehad hebben. Nee. Dus,